baby. Yes! Boom! Goedemorgen allemaal. Voor episode 5 zijn we hier vandaag met Selena Ardelian. Goedemorgen, Selena. Goedemorgen allemaal. Amai, het is lang geleden dat mijn tong heeft in Nederlands gedraaid. Ja. Selena, je bent ook Access Consciousness Facilitator, maar ook al jarenlang coach. Wat is voor jou Access Consciousness? Oké. Het is dat ding dat er geen definitie kan krijgen. Het is een soort van spelletjes, mijn lievelingsspelletjes in een doosje. En je gaat die eentje per eentje uithalen en zien, past die bij mij, maakt mij die gelukkig of niet en zo. En het is nooit dezelfde en is nooit zoals ik zou mij willen voorbeelden dat het zou werken. Wat is er voor jou veranderd in jouw coaching sinds dat je die tools hebt? Wauw. Weet je wat het is veranderd? Vroeger was ik zo in de resultaat van mijn coachie. Die moest een doel bereiken en die moest op een bepaalde manier bereiken. Hij moest alles doen om mijn coachie te helpen. Nee, ik moet dat niet meer doen. En het is zo... Rustgevend? Ja. Het is gewoon de bewustzijn of de waarneming dat mensen kiezen. Wat ze kiezen, omdat ze kiezen... En ik kan waarschijnlijk een facilitatie-element kunnen zijn, maar dat het ligt niet aan mij wat er in de wereld gebeurt. Halleluja. Wauw. En dus laten we het vandaag ook over jouw favoriete tool. Van wie is dit? En ja, ik vind het wel mooi de invalshoeken waar het over keuze eigenlijk mensen gaan uitnodigen om ruimte te hebben om een andere keuze te maken. Van wie is dit? Wat is die tool voor dit? Jou? Wow. Oké, in deze tijden, stel het voor, je gaat boodschappen doen. En je moet in een mooie rij zitten. Met een mooie afstand tussen de mensen, zodat niemand zich aanraakt en zo. En je gaat in de rij staan en je voelt jezelf heel goed en heel... Ja, je gaat boodschappen doen. Dat is een belevenis. En dan sta je in de rij en begin je te ergeren en allerlei spanningen op te bouwen. En je denkt dat er iets verkeerd met jou is. Wat als je rondom jou kijkt en een vraag stelt? Hey, van wie is dit? Is het van mij? Ik was blij. Ik was blij om boodschappen te doen. Hey, er is lekker eten op mijn borden. En dan sta ik daar in de rij en iedereen heeft die lange gezicht. En iedereen begint zich te ergeren dat ze moeten wachten, dat ze moeten blablabla. Van wie is dat? Ja. En er is zoveel ruimte. Als je die vraag stelt, gewoon die vraag stellen. Moet je een antwoord hebben? Nee, eigenlijk nee. Je weet het direct. Of het van jou is of niet van jou is. Ja, want in deze realiteit zijn er ook veel mensen die het dan noemen van oh, ik ben hoogsensitief of ik ben een spons. Al dat soort definities. Wat is er anders eigenlijk met deze tool? Wel, deze definitie zijn in mijn interessante standpunt is hoeveel hou je van deze definities? En hoeveel hou je van dingen van andere mensen van jou te maken? Omdat je, ja, dat, waarschijnlijk word je nog belangrijker in iemand zijn leven als je dat doet. Maar als je echt meer vrijheid wilt hebben, hoe zou het zijn als je gewoon jezelf de toestemming zou geven om niet meer in de hoogsensitiviteit te zitten en speelsweg een vraag te stellen? Het is... Wow. Voor mij is dat zo, je zit vast, ik ben hoogsensitief. Dus dat wil zeggen, dit. En is dat, van wie is dat? Van wie is dat definitie? Wie heeft het op jou geplakt en je bent nu zo bezig om die waar te maken? En wat is er aan de andere kant van de definitie? Wat kan je ontdekken? Ja,
Want daar, met de Access Conscious Tool spreken we van 99% en wellicht meer van alle gedachten, gevoelens, emoties zijn niet van ons. Ja. Hoe bizar is dat? Want hoeveel hebben we in deze realiteit eigenlijk gedachten, gevoelens en emoties zo belangrijk gemaakt? Hey Selena, hoe voel je je vandaag? Oh my. Hoe denk je hierover? Ik heb pijn in mijn lijf. Wat voel je in je lijf? Maar eigenlijk de erkenning van hoe gewaar we zijn. Inderdaad. Hoe ons lichaam werkt als een highly sensitive organ. Een hoogsensitief orgaan, je hele lijf. Waar hebben wij dikwijls geïdentificeerd van, oh ja, ik ben hoogsensitief. In plaats van te gaan erkennen, oh wauw, ben jij sensitief? Of is jouw lichaam een hoogsensitief orgaan? Orgaan. Ja. Informatie zal geven over alles en iedereen rondom rond. Absoluut. Absoluut. Oh. En omdat die lichaampje zo dankbaar voor dit lichaampje, die zo gewaar is en die ik soms zo bezig ben om te negeren, gewoon omdat ik af en toe zo geliefd ben, verliefd ben op definities. Ik vraag me af hoeveel meer mogelijk is als ik die definities loslaat. En van wie is dat, die nood aan de definitie? Ik betrap mezelf deze tijden, en ik heb mensen ook zien dat doen, dat ze naar het verleden kijken om te bevestigen dat hun definities nog altijd waar zijn en nog altijd van toepassing zijn. Maar van wie is dat? Ik doe het ook. Is het van mij? Of ben ik gewoon de ervaringen van andere mensen aan het oppikken en het gewoon met de golf aan het gaan? Ja, en waardoor je dus intapt in een hele situatie en dan lijkt het alsof je daar weer in zit. Of alsof je dat weer bent. Nu, voor mensen die de Access Conscious Tools niet kennen, Selena, en die zich afvragen van, ja, nou ja, allemaal leuk en aardig, mijn gewaar zijn van alles en iedereen, but I don't like it. Ik vind het niet fijn. Heb je daar een paar tips voor om te gaan kijken van hoe je daar anders mee kan zijn? Speel ermee. Als je wilt meespelen en zonder een significatie erop te plakken van het moet op een bepaalde manier gebeuren, hoeveel meer vrijheid zou je kunnen hebben? En in plaats van, I don't like it, ik vind het niet leuk, van, wauw, wat is er? Wat zijn mijn capaciteiten hier die ik nog niet wil erkennen? Ik bedoel, soms dingen die wij niet... We zeggen, I don't like it. Wat zijn wij gewaar? Dat we willen niet gewaar zijn. En omdat het een beetje is. En we willen niet direct daar gaan kijken. En als je ermee speelt, voor mij is het lachen. Ermee lachen. Gewoon stellen de vraag, van wie is dat? Van wie is dat? En soms kan het zijn dat het echt van mij is. Dus dat ik erin geloof. Dat het zo moet zijn. En? Wat kan ik ermee doen? Ik heb al 20 jaar migraine. Ik heb altijd, en daar komen die definities weer terug en het verleden weer terug. Wat heb je besloten voor de mensen die nu kijken of later? Wat heb je besloten wat onveranderbaar is in je leven, in je lijf? Condities die je gecreëerd hebt, maar wat als je ze niet gecreëerd hebt? Ook al heb je alle redenen, alle verhaal op een rij en kloppen die als een bug. Wat echt gek is met deze tools voor mij is van wauw, we vragen niet eens meer. Als je 10 keer hoofdpijn hebt gehad en er is ooit een diagnose geweest, dat is migraine. De 11e keer is het bij de meeste mensen weer migraine. Of het is eerst migraine en dan gaan we vragen, van wie is het? Maar wat je niet zegt, het is echt van mij. Op het moment dat je het van mij maakt, mijn hoofdpijn, mijn ziekte, mijn stress. Ik ben altijd gestrest. Het draait om mij, mijn kleine wereldje. Ja. En daar kom ik met een vraag, wat is er dat je ervan houdt? Je zegt dat de dingen, dat je niet van bepaalde dingen houdt, maar wat is er eigenlijk dat je ervan houdt om niet ervan te houden? Yes. En dat is voor mij, ik heb mezelf betrapt, ik zeg ik ben
Ik ben niet content met mijn kilo's, bijvoorbeeld. En ik ben altijd heel bezig geweest om met mezelf in stukjes te maken, omdat ik rond ben. En dan, ik moest mezelf vragen van, oké, okay, maar wat hou ik eraan of ervan? Dat ik ja, en eigenlijk... het is in het Engels, wacht, we moeten hem even vertalen, want in het Engels is what do I love about this? Wat vind ik hier, hoe vertalen we die in het Nederlands? Wat vind ik hier zo fijn aan? Of wat is de waarde hiervan om daar eigenlijk aan vast te houden? Van iets dat je eigenlijk wil weg van zijn. En zelfs al roep je heel hard, nee, ik wil hier van af. Soms kan het interessant gaan zijn om te gaan kijken naar de onderliggende energie. Want als je iets blijft creëren, dan is er heel vaak toch iets, een waarde, in je onbewustzijn. Dat als je bereid bent om daar eigenlijk naar te gaan kijken en dat te erkennen van, oh, ja, als ik zolang ik dit lijf creëer zoals ik het nu creëer, dan hoef ik niet. Of dan vermijd ik dit. Of dan kan ik dit krijgen. Of dan hoor ik bij mijn familie. Wat je ook besloten hebt, dat dan een waarde. Vanaf dat je die ontsluit eigenlijk, dan kan de energie beginnen stromen. En voor mij, dat gaat gepaard met wil je gewoon blot eerlijk met jezelf zijn. Moet dat niet aan iemand vertellen. Gewoon voor jezelf erkennen. En dan zie je het wel. Zal het veranderen of niet? En van wie is dat? Van wie is dat onderliggende standpunt? Van wie heb je dat gepakt? En is het moment om dat los te laten? En terug naar diegene die hebben in jouw wereld gecreëerd, terug te sturen? Waarschijnlijk ja of waarschijnlijk nee. Dat is een keuze. Yes. En daar kan je dus... ik ga even kort en bondig. Want dan stuur je terug. Maar soms zijn er mensen die dan zeggen... Ja, maar ik wil toch niet terugsturen. Ik weet, het komt via mijn moeder. Maar ik ga toch niet terugsturen naar haar, die energie. Waarom zou ik dat doen? Omdat het energie is. En hoeveel meer van een uitnodiging zou je kunnen zijn... als je bereid bent om in jouw leven, eigen leven, vrijheid te willen maken... door niet meer de standpunten van jouw moeder over te nemen en gewoon haar de kans geven, energetisch gesproken, om iets te veranderen, bewust te veranderen, als zij kiest. Nu, ik weet, mijn moeder is dood. Hè? En ik lach ermee. Maar in alle liefde, ik ontdekte vandaag op foto's, en dat was een beetje... Hoeveel standpunten van haar heb ik overgenomen om mijn lichaam op die manier op te bouwen? En ik heb echt een oefening gedaan van, mam, ik hou van jou. Maar dit is niet van mij. Dat kan je terugnemen. En het is... Je ziet het in verschillende modaliteiten ook. Maar wat ik aan die tool, van wie is dat, en terugsturen naar de zender... Het gaat zo gemakkelijk. En je kan, als je dat echt wilt, je kan dat onmiddellijk percipiëren. Je kan het shift percipiëren in jouw ruimte. Ja. En voor mij is het, wauw, mam, goed gedaan. Wauw, wat voor een goede werk heb je gedaan. Ik en ook. Wauw, halleluja, gedaan. Alsjeblieft, hier. Ja, en als je ook nog, soms kan het ook interessant zijn om nog een stapje verder te gaan kijken en ook te gaan zien, wauw, van wie hebben zij het? En van wie hebben zij het? Dus als je ook gaat terugsturen, kan je soms kijken, oké, van waar het ook, zeg maar, vertrokken is. Waardoor je eigenlijk die hele keten gaat toelaten om een andere ruimte te hebben met dit alles. En hoe doe je dat? Je stuurt het gewoon terug naar de bron. Je hoeft niet te weten waar die bron is, maar hoe vaak, zeg maar, gaan wij iets wegnemen... van iemand die, zeg maar, het al ergens anders vandaan heeft... en gaan die het gewoon weer terugnemen van waar zij het vandaan hebben. Dus je blijft eigenlijk daar die soort van... rappen. Oh, ja. Hallo? Oh, even... Eigenlijk een rat race creëren die nergens in laat. Oké. Okay. Dus op het moment dat jij jezelf toelaat om bewust daarmee om te gaan... en te zeggen, oh nee, wacht, dat stopt hier. Ik ga nu mijn ruimte... ervaren en de wereld inspireren om dat ook te doen. Alles wat ik nu waarneem, stuur ik terug naar de afzender. Ga je ook op een manier ruimte beginnen maken voor iedereen die wellicht voor jou kwam, die daar ook mee
aan het creëren is, maar ook de mensen die na jou komen. En waarheid, moet je echt weten van wie iets komt of hoe het in de wereld gebracht is. Telkens als twee mensen samen akkoord gaan over één ding, wordt het een standpunt. Nu, wanneer die werd gecreëerd, I couldn't care less. Maar voor mij, wat belangrijk is, wat is de vraag die ik nu zou kunnen stellen om vrijheid en meer fluiditeit in mijn leven te creëren? Wauw. En soms is het, ja, maar ik moet het weten. Waar is het? Oh, laat je hoofd los. Speel ermee. Ja. En dus ook als je in ruimtes komt waar je, ik denk dat iedereen wel die ervaring al eens heeft gehad. Je komt ergens, er zijn een heleboel mensen gestrest. Wellicht, ik werkte op een gegeven moment in een middelbare school. En als ik daar in de examenperiode binnenliep, dan ging mijn hele lijf soort van... tot ik dan, omdat ik zelf geen examens afnam, tegen de derde gang in het gebouw door had van... Oh, zijn het examens? Ah. Oh, ik heb wel lichaam. Dus hoeveel, zeg maar, waar je ook komt, neem je waar wat er zich afspeelt, zelfs achter gesloten deuren. Of wat er al gespeeld is geweest. Het is voor mij een heel mooie oefening geweest bij de tandarts te gaan. En gewoon te freak-out, te panikeren over mijn bezoek naar de tandarts. En ik heb voortdurend gevraagd van wie is dat? Van wie is dat? Van wie is dat? En terug naar de zender, en terug naar de zender, en terug naar de zender. En dat was voor mij, ik kom bij de tandarts, ze kijkt naar mij, ze was bezorgd en zo. Ze wou mij op mijn gemak stellen, maar ik was al op mijn gemak. En ik ben begonnen, oh, van wie is dat? Die nood aan op gemak de klant te stellen, voordat je... Speel ermee. Het is echt een oefening dat je kan doen... Gewoon zomaar. Nog iets. Je zal koken. Hè? Deze tijd de mensen koken. Kijk even naar de manier waarop je roert in de pot. En vraag jezelf, van wie is dat? Wie heeft het gezegd dat je moet op zo'n manier of die andere manier of zo en zo en zo en zo en zo? Het is gewoon iets dat ik deze dagen meespeel. En je kan het met de kleinste dingetjes doen, maar ook als je bijvoorbeeld werkt met mensen, maakt niet uit of je therapeut bent, of je leerkracht bent, of je gewoon ook als ouder, of waar je op dit moment ook bezig bent, of in je business, of je nu bij elkaar bent, of dat je online aan het werken bent met mensen. Wat als je eens kan gaan vragen, wauw, hoeveel ben ik mij gewaar van de mensen... met wie ik op dit moment aan het creëren ben. Dus wellicht is het werk aan het creëren, wellicht is het in je gezin aan het creëren. Want eens dat je dat gaat erkennen ook, zal je die informatie kunnen gaan gebruiken om meer te creëren in plaats van eigenlijk aan het effect te staan. Als jij constant denkt van, oh, alles wat ik voel in mijn lijf is van mij, hoeveel ga je dan in reactie zijn in plaats van te gaan vragen van, wauw, hoeveel is dit een indicatie van wat er speelt bij die andere persoon? En wat kan ik nu gaan zijn om daar aan bij te dragen, om dat te veranderen, om gewoon iets anders mogelijk te maken. En voor diegenen die pas nu beginnen, er is een begin overal. Het is, ja, het is een spier dat je zal trainen om die vraag te stellen. Maar inderdaad, als ouder bijvoorbeeld, nu dat je hebt het gezegd, en de klanten die nog... We hebben sessies online en zo. Hoeveel zij gewaar zijn van alles wat rondom hen speelt. En ze komen met één woord en je hebt de keuze actie of reactie. Ja. Met de kinderen die de hele dag door op jouw kop zitten. De kans is om in reactie te gaan heel vaak. Maar als je jezelf wilt stoppen, effectief stoppen en vragen, oké, goed, van wie is dat en wie ben ik als ik dat doe? En heb ik een andere mogelijkheid hier of niet? Of... En dan, zelfs als je niet vanaf het eerste moment het goed hebt, blijf doen. Yes. Want daar zou je ook, wat ik vaak heb gehad, zeg maar, als we de vraag niet stellen, dan kan je het gewaar zijn eigenlijk ook niet krijgen. En wat ik zelf wel heb gemerkt, is van, oh wauw,
Ik heb hoofdpijn of ik heb pijn in mijn lichaam, dat soort dingen. Vanaf dat ik dan begon te vragen, oh, van wie is dit? Soms duurde het enkele dagen. Of dat je heel moe bent, of dat je je depressief voelt, of wat er ook gaande is. Soms duurde dat enkele dagen of enkele weken, maar dan ineens kreeg ik het bericht van, oh, er was dat gaande in de stad. Of ooit met een vriendin waren we ergens en zij gaat, we gaan s'avonds slapen. We zijn beide helemaal gezond. We staan 's morgens op en zij staat op zonder stem. En ik probeer altijd van niet te faciliteren als ik het niet gevraagd had. Maar ik zei toch van, hey, mag ik even een vraag stellen? Van wie is dat? En toen was er zoiets van, En nog geen 2 minuten later horen we in de Airbnb waar wij verbleven, in de kamer daarnaast, iemand die de longen uit zijn lijf kucht. En zij sliep moeder. En toen, op het moment dat we dat erkenden, 10 minuten later, was haar stem terug en was de verkoudheid weg. En dat heeft mij toen laten zien, wauw, het is niet omdat je iets niet ziet, dat ons lichaam er niet gewaar van kan zijn. Dus als je blijft concluderen dat wat er ook zeg maar, zich toont in je lijf, meteen van jou is, hoeveel ga je dan destructie creëren in je lijf? Want nu moet je lijf ziekte gaan creëren, want jij hebt besloten, oh, ik ben ziek. Terwijl als je gaat vragen, oh, van wie is dit? En je hoeft geen antwoord te vinden, maar je staat die andere ruimte toe. Je wellicht informatie kan gaan ontvangen van, oh, maar dat was aan de hand bij je buren. Of dat was aan de hand met je moeder die nu in een ander land woont. En er is nog iets die nu, denk ik, deze dagen van toepassing is. Als er iets, een intensiteit in jouw lichaam is, vraag het als je kan en als je wilt, van wie is dat? En het zou kunnen, is het van iemand? Is het van iets? En soms zou het kunnen zijn dat de aarde zelf een soort van contributie van jou vraagt. Zou je dat bereid om aan de aarde te geven? Dus gewoon, zeg het. Gewoon geef het. En de aarde weet wat ermee te doen. Maar het start met een vraag. Van wie is dat? Ja, en dan van iets of iemand, zoals je net zei. En die iets... Heel vaak is gewoon die erkenning al. Jouw aanwezigheid. En niet meer het kopen van... Oh, ik heb altijd zo... Kan ook heel vaak oude trauma's in een heel ander daglicht gaan stellen. Waardoor jij eigenlijk, net als met alle access tools, jezelf gaat bekrachtigen om te weten dat je weet, te gaan ontdekken wat je weet, en jezelf te gaan erkennen in plaats van slachtoffer te zijn van je gewaarzijn. Kippenvel. Echt kippenvel. Zoveel dankbaarheid voor deze tools. Nu, we spreken over van wie is dat, maar er zijn zoveel meer. En je neemt er eentje uit die nu speelt in mijn leven nu. Dit is wat ik direct naartoe ga. Maar er zijn zoveel meer anderen die gewoon zo samen in een soort van een vals gaan. En als moest er eentje niet werken voor jou, dat is niet waar, maar dan kan je nog altijd naar een andere gaan. Of 2 in combinaties gebruiken. Of 5 in combinaties gebruiken. Ja. En wauw. Het is daar net als voor mij is dat net als de wasmachine maken. Als je een wasmachine gaat maken, dan ga je waarschijnlijk geen hamer gebruiken. Maar dat wil niet zeggen dat de hamer geen goede tool is. Of dat je die niet kan gebruiken. Maar het is gewoon nu niet het moment. En dat is echt met die access tools. Hoe meer je zal vragen van, oh ja, is het een hamer of is het een sleutel die ik nu nodig heb? Hoe sneller je zal de volgende keer als je je wasmachine moet maken weten, oh nee, de hamer. Ja. niet de tool voor nu. Wel, ik zou gewoon een grap maken als je Romein bent, dan waarschijnlijk zou je ook de hamer gebruiken. Maar mensen, er is een andere manier. Een zachtigere manier. Oh, dat was mijn grap. Lach ermee, lach ermee. Van wie is dat en lach ermee? Ja, hoe intens het ook is, heel vaak zal een lach en de lichtheid je meer ruimte geven om te zijn. Miss Selena. Oh, Miss Jasso. Waar kunnen mensen jou vinden? Als ze op zoek zijn naar jou, heb jij een website? Ik heb een website, dat is shinebright.be. Yes. Het is van... Het is toevallig, hè? Toevallig. Shinebright.be. En ik ben altijd te zien of te bereiken op Facebook.
Dat is mijn lieveling elektronisch tool deze dagen. Dus ja, ik ben er. Laat mij het weten. Als ik met iets kan bijdragen of weet ik veel. Gewoon een klets te hebben. Ik ben er. Ik ben er en ik doe het graag. En dankjewel, Jasso, voor deze uitnodiging. Dat is gewoon wauw. Wat voor een kans voor de hele wereld om deze tools op een andere manier in de licht gezet te krijgen. Dat is, zijn niet enkel voor de access mensen. Ze zijn access mensen. Wauw, wat voor een mooie etiket. Maar voor iedereen die wilt een verandering in hun leven brengen. Yes. Dank je wel om die licht in deze wereld te zijn. Heel graag gedaan. En voor jullie, dank je wel voor het luisteren. We zullen alle gegevens ook van Selena weer in alle informatie zetten bij de tekst. En dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe episode en met een nieuwe gast. Dank jullie wel allemaal. Dank je wel, Selena. Dank je wel.